Het ministerie van Defensie is vandaag van start gegaan met de tuchtrechterscursussen voor 2023. Deze worden verzorgd in het Instituut voor Defensieopleiding IDO. Volgens kolonel Justus Hiwaki is de IDO een nieuw instituut waaronder alle voormalige opleidingsonderdelen bij de defensieorganisatie nu zijn gehuisvest. Volgens legerbevelhebber Werner Kiwasen is deze cursus het instrument om het leiderschap beter te laten functioneren. En dit is een initiatief van onze minister die deze instructies heeft gegeven om een betere controle, een betere efficiëntie en een betere effectiviteit te hebben op het binnen het opleidingsgebeuren. Wij zijn, als het goed is, op 1 mei officieel gestart met het IDO. En we hebben nu al heel wat vruchten kunnen afwerpen. En dit is ons nieuwjaar. Het is 1 mei vorig jaar, het is een nieuwjaar. Waarbij we een tal van cursussen op programma hebben. Maar de laatste tuchtrechterscursus was volgens mij van de jaren 90, als ik het goed heb. Ja, 90. En wij allemaal hebben het daarna on the job gedaan. On the job geleerd hoe het tuchtproces toe te passen, hoe cases te behandelen. En dan zie je dan dat ieder naar zijn inzicht handelt. En dat is de bedoeling ook van deze cursus, dat we standaardisatie krijgen. Dat de leider dan de normen krijgt van, hey, oké, wanneer je een bepaalde case krijgt, hoe handel je? En daarom is ook het verzoek gedaan aan IDO om een soortgelijke cursus te verzorgen, omdat de behoefte groot was. Dus mijn dank hiervoor dat er snel is ingespeeld hierop. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat het een goed gevoel geeft weer zo'n tuchtcursus te hebben na bijkans 30 jaar. Dit heeft te maken met het beleidsplan om over te stappen naar een nieuw tijdperk. Naar een krachtige, kundige en flexibele defensieorganisatie. En het woord kundige zinspeelt al op kennis, op vaardigheden, maar ook de grondhouding, de attitude van mensen. Maar dat is wat een organisatie medekrachtig maakt, de mensen in die organisatie. En dat is waarom opleidingen ontzettend belangrijk zijn voor elke organisatie. Want om een job te kunnen doen, heb je niet alleen inspiratie en motivatie nodig, dus de houding nodig om te willen doen, maar je hebt ook kennis nodig om het goed te doen en vaardigheden. En zeker in de defensieorganisatie, bij het Nationaal Leger, is het van belang dat die kennis en die vaardigheden continu aangescherpt worden. Omdat niet weten en niet goed genoeg oefenen kan leiden tot ongeluk. Onveiligheid. Een legerorganisatie staat en valt met discipline. En dat is niets anders dan regels die met elkaar zijn afgesproken, besluit Mathura.